Ik ga jullie wat vertellen. Zijn toch iemand dood? Die moet dood. Zijn toch geen kira kondre? Maar kom op een autoriteit dan als ranam. Want 22 november komt straks. En dan gaat NPS daar bij meneer Arron geweldig vies vieren, want ze hebben onafhankelijkheid gebruikt. Ja, ja. Kom kijk ons FC naar kon het idee. En volk van Suriname zorgt voor NPS. Mis heb moet doen NPS. Dus mis heb bij de parlementariërs Pereira niet tegen de NPS. Niet maar bij de hoofdpropagandist NPS. Het is de verkeer met naipet en het druk terug die NPS. Dus aan het akka skopen, maar skopen noemen, maar dat de waarheid idee. Ja, ja. Ze heeft zijn straat aan het idee. NPS bouta konde op, maar je hebt ook bouta foka konde op. Nou, dan zijn toch die foka konde op. Nee! Had meneer Arron in 1974 geluisterd naar Lexman om geen onafhankelijkheid door te drukken. Is dat toch eigenlijk wat mafia, want hij maakt bouta mafia sadisme. Arron, ik wat gangster om te drukken aan onafhankelijkheid in hun riek. Moet even nagaan, brother. Hij heeft een referendum gehouden om het volk te vragen of we onafhankelijkheid willen. Ja. Had hij dat gedaan, geloof me, dan zou je zien dat niemand die onafhankelijkheid zou accepteren. En was er geen onafhankelijkheid, dan waren we vandaag nog steeds Europese Unie. Ja. Dan had je geen 25 februari koep, dan had je geen 8 december moorden, dan had je geen mooi wana, dan had je die rotzooi niet. Maar oké, kotak. En nu, oké. Op een jaar met dat jongen van mijn vijf zijn naar konden nu. Want nu. A president voor mij. Ik ben president. En ik heb respect voor mensen. Je moet die mensen eer geven. Toch? In de hoedanigheid als president. Ano, Santoki, ik heb een juno. Meneer Venetiaan van de NPS heeft het verder nog moeilijker gemaakt voor ons. En ga een beetje archiveren. Dan gaan jullie zien dat meneer Lee. Wat heeft meneer Venetiaan 13 jaar lang gedaan met 400 miljoen ontwikkelingshulp? Interveneren in die dollar zodat het 280 bleef. Subsidiëren in de nutsbedrijven zoals licht, water, gas, telefoon. Zodat een minister kan uitkomen met 1100 Surinaamse florijnen per maand. Nou, 13 jaar. Boutersen komt in 2010. Ontwikkelingshulp vary. Kan niet interveneren, kan ook niet subsidiëren, toch? Nutsbedrijven, prijzen zijn al een hele tijd achterhaald, want die 30 jaar daar meneer Venetiaan heeft zitten subsidiëren, nooit een prijs voor de zand dat was gestaag omhoog, toch? Toen was mijn salaris bijna omhoog. Al dat ding gaat gezamenlijk mee, hè? Maar dat is 30 jaar lang blijven haken. Nou, dan komt nog 10 jaar Boutersen erbij. Dat is 23 jaar verder. Als meneer Boutersen 3-4 jaar voor einde zijn regeerperiode merkt dat die bedrijven, waterleidingen, noem maar op, failliet gaan. Toch? Ja, maar Babi heeft een bedrijf. En zou hij dan gaan verhogen naar de marktconform prijs. Dan zou je 2000 per maand verdienen, 8000 voor de vaste lasten betalen. Nou, meneer Bouters heeft het in een paar tranches verhoogd. En dat begon al impopulair te worden voor de Surinamers. Ook voor meneer Zartokje, want hij zat te janken van, if me kom, de zak en baga. Nou, wanneer Zartokje nou komt, en merk van, nou bluf, me bluf jongen, mene wees, dat ik nou zo'n tekkel Bouters niet. Mene ben, verstaan het dat ik nou zo'n tekkel Santoki kan ook niets doen dan die prijzen ook nog verder gaan brengen naar marktconform. Dus in feite is het wortel der squad geen Santoki en meneer Boutersen, maar meneer Venetiaan die niets anders heeft dan met ons ontwikkeling zullen consumeren, subsidiëren, interveneren. Toch? Hij heeft niet eens een huis gebouwd of niet eens een steen geplaatst ergens op straat. Meneer Santoki heeft het moeilijk. Vooral te meer weer de NDP, met name hoefdraad, situatie, allemaal in de contrasalit. En we moeten stoppen om de regeerders van ons land uit te schelden. En iedere man heeft jakel bloe jong, ik ben hier toch, ja met dat toch. Elke dag is er weer een ander opstand, een ander, minister van mijn kader zijn constant de meid jongen te pomanen hier. Ja.
de manager maar blo, de manager maar space, de manager maar ruimte goed. Ontwikkelen we een systeem voor ook. Die zei je toch, wel een stone sender. Nou, ik zeg volgens. In een Bijbel schreef hij, bid voor uw leiders, opdat het u goed gaat. Of we vloek uw leiders. Zij denken wat ik doe. Vloek wat ik doe. Of we kost een president, we kost de regeren. Zij denken ook zo. Hoe moet ik doen? Gewoon ja, hij. Ik zei toch, witte balkaars moeten we weer verwachten. Laten we bidden voor land en volk. En utapé kost er aan haar, jong. Ak kondre die snego vooruit. Jong, niks snego boem in zran. Anos ran haar. Heb de regeren ze doen een fout. Uno kara asanta ki a problem na serana. Boy serana ni edrai. Serana ni edrai luku wadrai lo mrape. Alinge kon uno de menati. Toch? Maar geef de regeerders een gelegenheid om hun ding te doen, zodat we eruit komen. Wat rang aan mij zabi? Ja, dan omdat mij was werven met actuele. Om het eigen kring. If you brother, like by the jalek journalist, if you are bent ranga, identical makkelijk gimme. Mina de malik, you may have been don't begin the other day on the center for the cabin. And if you know I've been a family daughter, where you are, Abraham, who no cook condera, man, they're old, man, they're both there too, like if no cook condera, you be able to announce that you need it. Blame up on that damn for the military, want ye was the man as voters as president, you was as visitor, talk, and they be black like one for in a masking. Have you the focus on that military salaries for hooks and knee? Heb je ervoor gezorgd dat ze kleren van een kregen? Nee, ze moeten het ook gaan kopen bij Tomahawk. En dan hoe dat bij Kroos uit Tomahawk. Kreeg het leger eten toen? Nee. Oh ja, moet ik hier. Gezouten die laapje Aladi. De meneer Abraham. Hoe liep je aan de keren? Met de keren voor elkaar. Doe om bij doen. Zijn hoe bij voeren of bij voeren. Maar dat ben je niet. Ja. Dus hoe liep je dan met de man door elkaar? Oké. Maar dat is mijn ervaring. Toch? Dat is mijn ervaring. De koepapaal. Dat is mijn neko. De sma ammonisa de fadin de gwao en kri nange bena ammoni ek ba in wa het to en de sma dat nas ma zo apfan uru ina kondre chara kondre gwanga ele mal to ko la mo jo wa aito en mi hope ka re kere argi en president isabi ministers usabi er is a wet come out of the in to the in srd bill yet di papier bill yet. En op die 42 biljetten daar heb je daar in het klein geschreven. Artikel weet je hoe zwart. Men mag niet speculeren met Surinaams courant. Toch? Meneer de president. Wat is cambio? Is het geen geldspeculatie? Wat is casino? Is het geen geldspeculatie? Wordt er niet gespeculeerd met ons geld? Als u wil... Dat die dollar omlaag gaat, meneer de president. Mie van aan de sotakera. Mie dat ik aan ondergrond over haar kamp tap om aan Nespang. Iwan, economie van kondre die kombo, meneer Chan. Tap ala casino na nga ala cambio, siksimong nomo, siksimong. Laat alle valuta verkeer gaan hier via de centrale bank. Zelfs een 1 dime dat gewisseld moet worden, hier. Dan ga je zien dat er minder van lukken om. Zolang de mensen met een euro hebben, dan kan je euro naar brengen nieuw. Samsa, meneer Chan, je hebt 100 pers ja, zo in een banje. Dat je drukt er nieuw. Want daar heb je geen euro uit, man. Zolang het aan de gof euro is, brengen nieuw. Wie spokkelt die dingen als het land is? En waar gaat dat geld dat die casino's verdienen als ze geen bankrekeningen hebben op de bank hier? Toch? Meneer Chan, president, tapu, casino, nanga cambio, siksimo langa, en elke malafide handelaar of bonafide handelaar die we gaan speculeren met geld opsluiten. India heeft het gedaan, het heeft gewerkt. Brazilië heeft het gedaan, het heeft gewerkt. Je hoeft het wiel niet te ontdekken, je bent bevriend met die mannen. Toch, maak contact met India, maak contact met Brazilië, ze gaan je leren hoe je dat doet. Gewoon die dingen sluiten voor 6 maanden. En iedereen dwingen dat alle kwaliteit voor die gaat via de centrale bank. Mijn ook was scoren voor de chanjaren. Mijn scoren bij de lexie, mijn mozo. Toch? Maar ik had het even als we voor die jaren. Tap den cambio naar de casino, zo zien we lang. Laat het verkeer van kwaliteit hier gaan. Dan ga je zien dat je Suriname uit die rotzooi haalt.